En ze komt op deze 35e minuut de stand op 0-1 voor KBC Westerlo. Doelpunt gescoord door nummer 41, Bart Kool. De stand komt op 0-2 voor KBC Westerlo. Doelpunt gescoord door de nummer 11, William Agiampo. Gespeeld en de stand komt op 0-3 voor KBC Westerlo. Doelpunt gescoord door het nummer 9, Kevin van den Berg. Zo komt na 72 minuten de wedstrijd de stand op 0-4 voor KBC Westerlo. Doelpunt door het nummer 9, Kevin van den Berg.
Van die Ridders niet te vergeten. Volgende week zondag maken we verplaatsing naar Roeselaar. De supportersbus vertrekt om 11:15 aan het sportlokaal. Volgende week zondagmiddag de verplaatsing naar Roeselaar. Het belangrijkste is dat wij wouden vandaag. Wij wouden echt de 3 punten. En de afgelopen 2 wedstrijden hadden we toch moeite met scoren. Stugge verdediging. En vandaag chapeau aan Dessel die toch zijn kwaliteit getoond heeft door toch de voetballen van achteruit geprobeerd. En dan hebben wij toch kunnen profiteren van de ruimte die er kwam. We waren iets minder aan het seizoen begonnen. Niet slecht, maar we hadden er allemaal toch iets meer van verwacht. En ja, dan moet hier vandaag toch wel de overwinning pakken om toch wel een matige start te hebben, die toch dan verdwijnt in eigenlijk een goede start. Dus ik denk dat we nu terug goed mee vooraan in het klassement staan en dat is toch wel belangrijk. Ja, want de voorbije weken werd er wel gezegd, ja, verdediging is heel goed, maar het scorend vermogen ontbreekt. Vandaag is wel het tegendeel bewezen. Ja, maar ik denk dat het prachtig doelpunt van Bart dat ons een beetje bevrijd heeft. En ik denk dat we dan eigenlijk de wedstrijd gewoon doodgemaakt hebben op het juiste moment. En dat moeten we gewoon blijven doen. Ik denk dat we met Kevin een goede transfer hebben gedaan. En ja, dat hij toch dat wel heeft dat wij de eerste competitiewedstrijden misten. Ja, de mooie cijfers van vandaag die gaan toch ook waarschijnlijk wel een soort mentale klik binnen je ploeg geven, denk ik. Hè? Ja, dus dat is belangrijk. Je weet als je 2 wedstrijden niet wint en met 2-6 start, dan dat is negatief. En zeker voor een ploeg als Westro die toch wat ambities koestert. En als je dan hier in Dessel met 0-4 kan komen winnen, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben. We hebben nu 2 thuiswedstrijden, dus dat is heel belangrijk dat we toch een van die 2 uitwedstrijden sowieso gingen winnen. Dat hebben we nu gedaan en dan moeten we gewoon bevestigen de volgende weken. En dat is altijd het moeilijkste in voetbal, maar dat is aan ons om dat te bewijzen. Voor jezelf, jij tekent een contract voor 3 jaar, dat is ook veelzeggend, hè? Nou, sowieso. Ik denk, voor mij is het hier allemaal begonnen en ik wil hier terug iets neerzetten. En laat ons hopen dat vandaag de eerste stap is gezet.